Hoi, welkom bij alweer de vierde aflevering van Curio TV, waarin jouw nieuwsgierigheid centraal staat. Mijn naam is Jeroen en ik ga op bezoek bij Pascal in haar gloednieuwe naaiatelier. Daarnaast gaan we luisteren naar een gesprek tussen eerstejaars over hun eerste jaar op Curio en krijg je tekst en uitleg over roem en poen. Heel veel kijkplezier! Ik heet Tijn Hageman en ik zit in het eerste van de opleiding Sport en Bewegen. Ik ben Glenn van Becky en ik zit in het eerste van Fitness en Fitness. Ik ben Isa. Ik zit op school elke dag. Ik ben Justin. Ik zit op de Sport en Bewegen opleiding, niveau 3-4. Wat wil je laten worden? Ik wil een psycholoog worden in de criminele sector omdat ik dat heel interessant vind. Ik wil een personal trainer worden omdat ik het leuk vind om mensen te helpen om een doel te bereiken. Je hebt zeker een grote rugzak. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks in mijn rugzak, alleen een laptop. Ik heb heel veel in mijn rugzak. Ik heb allemaal boeken en ik heb mijn etui, ik heb mijn laptop, ik heb alles. Ja, bij mij valt het wel mee. Ik heb meestal lessen online. Per dag 1 of 2 boeken die ik mee moet nemen. Hoe is het om de kleinste van de school te zijn? Je wordt wel aangekeken, maar het maakt niet zoveel uit. Ik ben een van de langste. Ja, ik ook. Vond je het spannend om naar je nieuwe school te gaan? Nee, niet echt. Ik vond het meer heel leuk. Ja, voor mij was het echt een nieuwe start, maar ik heb geluk. Ik zit bij veel vrienden in de klas. Ja. Ga je je school afmaken? Ja, dat ben ik wel van plan. Het is sowieso belangrijk om papieren te hebben als je personal trainer wil worden, want anders gaan mensen je niet echt om hulp vragen. Ja, ik ook echt. Ik heb geen keuze. Ik zit in de eerste. Ik wil nergens anders heen. Ja, zeker weten. Ga je nou nog HBO doen en die wil ik ook gewoon graag afmaken? Ja, ik ga wel proberen om mijn school af te maken, alleen ik weet nog niet hoe het loopt. Wat vind je het leukste aan je nieuwe school? Alles. Ja, de mensen, de lessen, de omgeving. Ik vind het, ja, echt leuk. Ja, ik vind het ook vooral leuk dat ik dingen in de praktijk doe. Dat het niet alleen maar theorie is en ook gewoon veel dingen doen, want leren ben ik niet echt heel goed in, zeg maar. Ik vind het leukste om gewoon met mijn klas samen te zijn en kat-kwaad uit te halen. Hoi, ik ben Ebru en ik ga jullie vertellen over Roem en Poen. Roem en Poen is een organisatie die preventief schooluitval tegengaat. Roem en Poen is een organisatie binnen Curio die al ruim 8 jaar bestaat. En die destijds opgezet is door Nadia Alje. Wat wij willen is het voorkomen van schooluitval bij de studenten. Hiernaast bieden we ook huiswerkondersteuning, hulp bij plannen en organiseren, buddy-to-buddy trajecten en zijn wij een luisterend oor. Wij werken vanuit de dromen van de studenten zelf. Het is voor het VMBO en het MBO en het is voor en door studenten. Zo ben ik zelf ook student en stagiaire bij Roem en Poen. Een mooi voorbeeld die ik heb meegemaakt op mijn stage is iemand helpen die op een kappersopleiding zat en die uiteindelijk bij sociaal werk is beland. Zij wilde mensen helpen om ze daar voldoening uit te halen en zij voelde zich er fijn bij. Ik heb haar geholpen om haar diploma te behalen en daarna samen met haar een reality check te doen door een bedrijfsbezoek bij een bedrijf. Samen hebben we ingeschreven op de opleiding sociaal werk. Nu zit ze in haar eerste leerjaar en zit ze helemaal op haar plek. Wij werken niet locatiegebonden en we zitten op elke Curio-locatie. Dus wil je een keertje koffie drinken bij de HEMA of wandelen in het park, kan dat ook. Het is voor iedereen volledig gratis, je hoeft je alleen maar even aan te melden. Je kan jezelf aanmelden of je kan aangemeld worden door een van onze kanalen of via mijn stagebegeleider Nadia Alje. Ik hoop dat jullie nu alles weten over Roem en Poen. Mocht jullie vragen hebben, neem vooral contact met ons op. Dankjewel voor het kijken. Doei! Hoi, ik ben vandaag in Breda bij de Koepelgevangenis en daar heeft Pascal haar eigen naaiatelier. En we gaan vandaag kijken wat voor super toffe, gave projecten dat zij hier binnen maakt. Kom, laten we snel gaan kijken. Hoi. Hey. Dag.
Pascal. Hoi, Pascal. We zijn hier in jouw atelier. Ja, dat klopt. Wat zie ik allemaal? Ik heb hier wat schetsen liggen. Mijn ontwerpen van mijn designs. Hier wat kleding die ik zelf heb gemaakt. En stoffen die ik wil gebruiken eigenlijk. Hey, Pascal, ik zie hier staan kledingruil. Ik zie een heel tof logo staan. Kun je over beide iets vertellen? Ja, heel goed. Ik heb dus een kledingruil georganiseerd hier bij de Koepelgevangenis in Breda. Vooral dat duurzame aspect dat ik dus stoffen hergebruik om dat een beetje door te trekken in een soort evenement. Vandaar een kledingruil dat mensen hun eigen kleding mee kunnen nemen en dan kunnen inruilen voor iets nieuws. Mijn kledingmerk, Solitaire Apparel. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was eigenlijk dat ik dan naast mijn opleiding fashion wilde beginnen met ondernemerschap hier bij Young Business. En ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen en waarom ik wilde gaan ondernemen, maar het had me altijd al wel aangesproken. Toen is het eigenlijk gewoon een beetje uitgerold in, ik vind het heel leuk om dingen te maken achter de naaimachine. Ja. Je had het net een aantal keren over Young Business. Klopt. Wat is dat? Wat is dat? Young Business is eigenlijk een initiatief vanuit Curio, ja. Waar je ondernemerschap kan volgen. Ik zocht eigenlijk vooral meer uitdagingen in mijn studie. En ik dacht van, hé, ik wil gewoon verder gaan met mijn leven in plaats van alleen studeren. Dus vandaar dat ik ondernemerschap wilde gaan doen. Dus dat geeft je eigenlijk best wel veel kansen om te netwerken en dingen echt als ondernemer te gaan aanpakken eigenlijk. Dus, Pascal, we hebben een hoop zien hangen. Hele gave kledingstukken. Zouden we ook eens iets kunnen maken? Ja, ik zou zeggen, let's go. Dan kunnen we eerst bijvoorbeeld dit aan elkaar maken, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ga ik het eerst wel voordoen. Oké. Okay. Waardoor de draad niet meer loskomt. Oh ja, anders begin je natuurlijk. Ja, je precies. Begint gewoon los. Kijk, ik kan zo weer terug doen. En nu zit het vast. Nou ja. Dus de andere kant is voor jou. Jij moet hem deze indrukken. Ja? En dan... En dan gas geven. Ja. Oh, ja. Ja, zo is het. En dan mag je weer naar voren. Dan moet ik weer terug. Dan kan ik weer dit doen. Ja, dan kan je hem daar afsnijden. Kijk! Hoppatee! Woehoe! Hey, dat bedoel ik. Helemaal top. Pascal, super bedankt dat ik hier bij jou mocht kijken. Ja, dat geen ik je, dank. Dat ik je verhaal mocht aanhoren. En ook dat ik nog even mocht proberen om op de naaimachine van 2 lapjes stof 1 lapje stof te maken. Precies. Super bedankt. Ja, geen dank. Oh, ja. Top. Bedankt voor het kijken naar Curio TV. Heb je nu een idee voor Curio TV? Laat het ons dan vooral weten. Houdoe!